Voor ons uh, de trainer van de huidige jongens uh, onder de 17, uh, zogezegd uh, de B1. En uh, het gaat uh, crescendo, uh, Olivier. Ja, we staan bovenaan. Dus uh, ja, dan kun je stellen dat het goed gaat, hè, als ja. je naar het resultaat kijkt. Ja, zeker. En ik heb uh, afgelopen zaterdag, want ik wist dat ik uh, je zou gaan interviewen, dus ik denk uh, toch eens even kijken. Maar mij viel een, de enorme stormendrang van, uh, van dat elftal van jou op. Ja, dat is ook een beetje waar we voor staan. Hè? Voetbal met veel uh, druk naar voren. En uh, ja, dat was af, afgelopen zaterdag vooral de eerste helft goed terug te zien. Ja. Ja, en dat is, dat is uh, duidelijk jouw visie ook? Ja, niet alleen van mij, ook van de club. En uh, ja, ik vind het gewoon leuk om naar te kijken. Ploegen die hoog druk zetten. Snel de bal terug willen hebben. En uh, ja, afgelopen zaterdag kwam dat er goed uit. Ja, dat kwam er inderdaad goed uit. 8-2, dat, uh, dat is wel een uh, stand. En dat tegen De Meer. Uh, nou, toch een ploeg die op de zesde plaats stond, geloof ik. Ja, ze stonden zesde, maar het was Maas. Dus uh, Maassen. Maassen. Ja, dat is ook Utrecht. Um, maar ja, dat is ook een aardige ploeg. Kijk, als je 8-2 ziet, dan zou je zeggen van, uh, dat ze er niet zo heel veel van kunnen. Uh, maar dat heeft ook met ons te maken. Kijk, als wij die druk niet zetten zoals we dat gezet hebben, dan, uh, ja, dan zul je zien dat ze heus wel die bal kunnen rondspelen. Um, maar ik vond ons met name de eerste helft echt een heel hoog niveau halen. En uh, ja, dik terecht 8-2. En je geniet vanaf het eerste moment dat je dit team onder je handen kreeg en lekker kan kneden? Uh, ja, ik heb wel een hele moeilijke opstart gehad met deze groep. Uh, we hebben heel erg aan elkaar moeten wennen. Ja, hoezo, waarom? Nou, dat heeft ook met mijn houding te maken ten opzichte van die groep. Uh, mijn accent, ik kom ergens anders vandaan. Dus daar hebben ze ook even aan moeten wennen. Echt de Tukker. Een echte tukker, ja. ja dus uh, sommige termen die verstonden ze niet uh, als we met elkaar op het veld stonden. Um, maar je ziet wel dat we gedurende het seizoen uh, steeds beter met elkaar samenwerken. En uh, ja, vooral op dit moment vind ik het echt een genot uh, om met dit team uh, ja, te mogen werken. Ja, als ik die jongens zo zie spelen, begrijpen ze inderdaad precies wat jij uh, bedoelt en wat je wilt. Nou, het is mooi dat jou dat ook al opvalt. Um, maar dat vind ik ook. En ik vind ook, los van het druk zetten, dat ons spel in balbezit ook steeds beter wordt. Dus uh, ja, het belooft een, uh, een mooie tweede seizoen zelf te worden als we deze lijn door weten te zetten. Zeker. Uh, hoe is het met uh, de vrouw? Heel goed. Heel goed. Ja, ik ben super trots dat ik uh, vader word van een meisje. Ja, daarom vraag ik het. Ja, 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 en ook trots op hoe ze het doet. Dus uh, ja, ze houdt het goed. Zeker goed. Maar uh, het was uh, mooi niet uh, afgesproken met uh, Jack van Zanten. Daar moest je nog even mee uh, wachten, want Jack wilde graag met jou door. Ja, ja nou goed, uh, het, het was vooraf natuurlijk niet de planning om hier voor één jaartje te blijven. Maar goed, ik heb ook een verantwoordelijkheid thuis en uh, die wil ik ook absoluut nemen. Dus vandaar dat ik uh, na dit seizoen weer vertrek. Ja, ja, ja precies. Hè? Want je, je uh, traint uh, drie keer per week ook, niet? Drie keer per week, ja. Drie keer in de week vanuit Enschede hier naartoe. Maar ik moet wel zeggen dat uh, de groep is elke minuut waard ja. ja, en uh, je gaat volgend seizoen natuurlijk wel weer uh, met de, je met voetbal bezighouden, maar dan uh, wat meer in de buurt. Ja, ik ga terug naar mijn oude club, naar ATC. Daar ga ik het uh, tweede seniorenhelft al doen. En uh, daar wil ik gewoon een lange, of, uh, uh, ja, daar wil ik voor de lange termijn wil ik bouwen aan, aan iets moois daar. Dus uh, ja. ja. Nou, je bouwt nu uh, met je gezin ook aan iets uh, moois, uh, hopelijk. En uh, hopelijk dat je met je gezin ook nog eens een keer hier in de buurt komt. En dan zien we je ongetwijfeld wel eens een keer weer uh, terug bij uh, DVS. Wie weet, nog een keer trainen van het eerste. Ja, wie weet, even mijn papiertje halen. En dan, uh, ja. heb, je die, heb je die ambitie? Ja, ik heb me al ingeschreven. Dus ik ben op dit moment in afwachting of ik aangenomen word voor die cursus. En uh, ja, die wil ik zo snel mogelijk halen. We gaan je ongetwijfeld nog een keer zien, Olivier. En we wensen je namens alle dvs TV-publiek en alle supporters ontzettend veel succes, tweede competitiehelft. Ja, hartstikke bedankt. Jimmy Lubbers, als ik het goed heb. Eén van de spelers van de sportploeg van het seizoen 2017-2018. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt helemaal. Wij zijn het sportteam van 2018, geworden in Ermelo. Ja, en dat is fantastisch. Dat is een felicitatie waard, Jimmy. Helemaal goed, dank u wel. Helemaal dank u wel. Ja, ja. Was het uh, spannend of was het uh, super duidelijk uh, afgelopen vrijdag, denk ik? Hè? Ja, uh, wij kwamen eraan met het hele team. Vooraf hebben we een hapje gegeten en uh, we gingen zitten. En ja, telkens kwamen er een paar het podium op, voor verschillende prijzen natuurlijk. En toen waren wij aan de beurt, toen zijn we met het hele team naar voren gehaald. Nou ja, we wisten natuurlijk niet hoeveel stemmen er waren, wat de vakjury voor stemmen had gegeven. En uh, uiteindelijk kwam er uit de envelop dat wij hadden gewonnen. Met hoeveel stemmen, ik heb geen idee of het uh, dik was of een uh, ja, klein verschilletje. Maar uh, we hebben in ieder geval gewonnen. In ieder geval uh, volkomen verdiend. En uh, je bent kampioen geworden verleden jaar. En ik uh, kan me nog heel goed herinneren, want ik was er ook in Putten. Niet helemaal bij het eindsignaal, want ik moest op tijd uh, ook weer hier zijn. Want volgens mij speelde DVS toen tegen VVOG. Dat eindigde in een hele teleurstellende 1-1. En jullie hadden je zenuwen eigenlijk ook nauwelijks in bedwang. Ja, dat was echt een hele spannende wedstrijd. We hadden een gelijkspel genoeg. En uh, we kwamen die wedstrijd 1-0 voor. Ja, het was ook super warm. Dus iedereen, op een gegeven moment, ja, het zat er niet meer in. Veel mensen met kramp, geen wissels meer. Toen maakte Putter de 1-1 nog. Het werd heel spannend. Nog een paar kansen voor putten. En uh, wij volle bak op de verdediging. En uiteindelijk toch nog die gelijkspel uh, ja, over de streep getrokken. Waardoor we kampioen werden. En nu het volgende resultaat alweer door Sportploeg van het jaar te worden. Dus twee prijzen. Ja. En, en, uh, en uh, terecht. Want uh, je, 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 je gaat gewoon uh, door. Want uh, je speelt wel een divisie hoger nu. Je speelt uh, welke divisie? Wij spelen op dit moment vierde divisie. Ja. En je staat bovenaan. Ja, we staan op het moment weer bovenaan. Uh, voor de winststop hebben wij de laatste wedstrijd nog verloren. Daardoor kwamen wij op een gedeelde tweede plaats. Afgelopen zaterdag ruim gewonnen 8-2 en de koploper heeft punten gespeeld. Dus dat betekent dat wij weer bovenaan staan. En daarbij hebben wij ook nog de eerste periode gepakt. Dus dat betekent dat wij inderdaad doorpakken met de prijzen. Helemaal top, jongen. En uh, daar wensen we namens uh, alle DVS-tv-publiek uh, uh, ontzettend veel succes mee, uh, Jimmy. Helemaal goed, dank u wel.